Hoi, ik ben Treintje Kootstra, ik ben projectleider van Drakentemmers, het expertiseplatform Trauma in Gehechtheid na huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoi, mijn naam is Marieke Zeeman en ik werk als traumabehandelaar in een vrouwenopvang in een Blijf van mijn Lijfhuis voor family supporters. Daarnaast in mijn eigen praktijk en ik ben aan Drakentemmers verbonden als trainer en behandelaar. Nou, wij gaan jullie de komende 20 minuten alles vertellen over Drakentemmers, waarom we hiermee zijn begonnen, wat we precies doen en wat onze plannen zijn voor de toekomst. We willen van jullie heel graag feedback wat je ervan vindt, tips, etc. Dat kun je allemaal in de chat zetten. Zeker, ja. Hey, Treintje, waarom Drakentemmers? Vertel eens. Nou, wij weten vanuit de praktijk dat er heel veel trauma en gehechtheidsproblemen voorkomen bij mensen die met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken hebben. Dat herken ik. Ja, nou, dat weten we uit de praktijk van de vrouwenopvang, maar ook uit de maatschappelijke opvang. En we weten uit onderzoek. En wat wij dus ook weten, is dat deze traumaproblematiek en de gehechtheidsproblematiek tussen ouder en kind, houdt ook het geweld in stand. Ja. Het gaat echt van ouder op kind. Ik heb zeker zelf als het niet behandeld wordt. Precies, absoluut. Ik heb zelf in de vrouwenopvang gewerkt en dan zie je gewoon soms dat de kinderen als kind in opvang hebben gezeten en dan als ouder weer terugkomen. Schrijnend. Yes, heel erg. En we weten dus ook dat behandeling helpt. En tegelijkertijd zien wij in de praktijk dat er veel te weinig behandelaars zijn die hierin gespecialiseerd zijn. Die met deze groep willen werken, maar ook kunnen werken. Want het vereist commitment, maar ook speciale vaardigheden. Ik herken het, want ik ben als enige werkzaam ook in de vrouwenopvang precies. Waar ik werk. Ja. Ja, dus daarom zijn wij met Drakentemmers begonnen. Het is een online platform. Wij doen verschillende dingen. Het overkoepelend doel is dat wij traumabehandeling beter beschikbaar willen maken, maar ook beter toegankelijk. Dus beter beschikbaar dat er meer behandelaren komen, maar ook beter toegankelijk dat de mensen die het hardste nodig hebben ook echt behandeling kunnen krijgen. Nou, en wat doen we dan precies? Nou, wat wij allereerst doen is dat we mensen uit het hele land, behandelaren, enthousiasmeren voor Drakentemmers. We richten ons daarbij vooral op academisch opgeleide mensen op dit moment, dus orthopedagogen, psychologen. Die bieden wij training. Het zijn natuurlijk vaak al behandelaren, maar wij bieden ze een topje, zodat ze ook weten hoe ze met deze problematiek om kunnen gaan. Dus dat is wat we doen. Maar wat we ook proberen te doen, is dat we matching doen. Hè? Dus zeg maar instituties, instellingen die een behandelaar nodig hebben, dat die ook een behandelaar kunnen vinden die hier goed op voorbereidt. Want dat is heel belangrijk, omdat je gewoon ziet dat soms als je een behandelaar nodig hebt, je ook echt niet weet waar je terecht kan. Ja. Tegen lange wachtlijsten oploopt. Dus dan is het fijn om te weten wie beschikbaar zijn. Mooi, die matching tool. Ja. Ja, en we willen absoluut niet zeggen dat als je dan iemand bij Drakentemmers aanmeldt, dat je de hele wachtlijsten kunt omzeilen. Dat is ook een van de grote problemen waar ook wij tegenaan lopen. Wij proberen wel die expertise bij elkaar te brengen. Ja. En wat we ook doen vanuit het platform, we zijn nu al in 2/3 van Nederland actief. Wij proberen ook echt duidelijk de knelpunten in beeld te brengen, maar ook de good practices, wat er wel goed gaat. En daar werken we heel erg nauw samen met wetenschappelijk onderzoek. Om te kijken van wat zien wij in de praktijk, wat wordt wetenschappelijk onderzocht en wat kunnen we daar dan mee? Ook belangrijk om te zorgen dat het kan blijven bestaan. Om ook wetenschappelijk te kijken hoe effectief het is. Ja, zeker weten. Het is mooi dat het hand in hand gaat. Ja, nou ja, het programma of het project Drakentemmers is ontstaan vanuit het programma. Het landelijke programma Geweld van Nergens Thuis. Dat richt zich op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Nou, wij zitten nu al in 18 van de 35 centrumgemeenten in hun regio's eromheen. En we willen graag groeien, maar dat komt later in het interview nog aan bod. En op dit moment hebben we meer dan 105 behandelaars die meedoen. Meer dan je verwacht had. Ja, hè? Veel meer. Want je vertelde mij dat je richtte op 70, geloof ik. 60. We waren 60. Al heel blij geweest of ze 60 mensen bereid vonden om dan ook voor deze doelgroep te gaan werken in de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang of in de MDA++ aanpak, hè, de multiproblematiek. Ja, of ambulant. Dus eigenlijk iedereen die met deze doelgroep wil gaan werken. Mooie oogst. Ja, precies. Nou, dus even heel kort wat Drakentemmers is, waarom we ermee begonnen zijn. Maar Marieke, jij werkt zelf in de opvang, in de vrouwenopvang. Wat kom jij daar nou tegen waarom jij denkt, dit is echt heel erg hard nodig?
Ja, ik kan echt legio's aan voorbeelden geven. Dat mag niet. Daar hebben we de tijd niet voor. Maar wat bijvoorbeeld, ik heb een moeder in de opvang gehad. En zij kookte niet voor haar kinderen. En als je gaat kijken waarom ze niet kookte, ze was bang voor de messen. Voor de grote keukenmessen. En waarom? Nou, allemaal terug te leiden tot trauma. Ze was bedreigd door haar ex-partner met een keukenmes. En elke keer als ze messen zag, kreeg ze weer een herbeleving. Was het weer alsof ze midden in die herinnering zat. Dus dat ging ze vermijden. Ook een onderdeel van een PTSS is dat je gaat vermijden. Dus keukenmessen ging ze vermijden. Waardoor ze eigenlijk ook niet durfde te koken en soms zelfs helemaal niet in de keuken kwam. Okay. Nou, dat is dus best zorgelijk, want dan hebben je kinderen dus ook geen warm eten. Okay, warm maaltijden. Ja. Ja, en wat doe jij dan als behandelaar? Hoe ga je daar dan mee om? Nou, ik kan zowel kind en jeugd als volwassenen behandelen. Dus ja, dat is heel mooi. Ja. Heel fijn. In dit geval heb ik moeder een intensieve traumabehandeling geboden. 2 keer per week en dan 2 tot 3 sessies per week. Soms doe ik EMDR, in dit geval imaginary exposure. Wat is dat precies? Ja, EMDR is een effectief bewezen traumabehandeling. Die werkt met het werkgeheugenbelasting. We kennen het allemaal een beetje van dit, maar het is veel meer dan dat. Ja. En imaginary exposure, dat gaat over in gedachten de herinnering opnieuw beleven. Erg inzoomen op de zintuigen. Wat zie je, wat ruik je, wat voel je. Ja. Als doel dat de angst zakt. En eigenlijk het belangrijkste doel is dat de angstige verwachtingen afnemen. Dat is wel heel heftig. Ja, het is een hele pittige traumatherapie. Ja. Geef je van tevoren ook goede psycho-educatie over. Zodat ze ook echt doorgaan en niet afhaken. Maar het heeft ongelooflijk goede resultaten. Deze mevrouw die voldeed aan een flinke PTSS. Ze voldeed aan criteria voor een depressieve stoornis. En na de behandeling, na 4 weken intensief behandelen, waren de klachten tot 0. En dan kan je gaan werken aan de behandeling van het kind. Het kind heeft vaak ook het nodige gezien, meegemaakt, gehoord. En vaak is ook nog nodig om te werken aan de gehechtheidsrelatie. Dus we hebben daarna nog traumabehandeling voor het kind ingezet. Moest overigens ook de vader in meegenomen worden. Dus dat hebben we ook met een traumavoorbereidingsverhaal gedaan. En daarna EMDR. En vervolgens ook nog met de NICA op de oude kind interactie. Vervolgens moet er in de thuissituatie, want dit gezin is dan weer teruggegaan met toezicht van Veilig Thuis, ook het nodige ingezet worden aan ondersteuning voor de veiligheid, maar ook voor de opvoeding. Maar de kans dat het weer gebeurt is klein. En ik kan als voorbeeld geven bijvoorbeeld dat deze mevrouw ging op verlof naar haar schoonfamilie. Dat was toegestaan en daar was ook haar ex-partner. En hij begon weer een beetje te schreeuwen. En ze kon gewoon hem rustig in de ogen kijken. Ze kon gewoon rustig zeggen, hey, dit vind ik helemaal niet prettig wat je doet. Dat hadden we ook geoefend in de exposure. Terwijl ze normaal gesproken meteen onderdanig zou worden als reactie op het trauma. Eigenlijk denk ik, ben opnieuw slachtoffer. Maar daarin ook opnieuw de kans heel groot zou zijn dat hij door zou gaan. En hij zei ook, ik weet niet wat ze met je hebben gedaan, maar je bent echt veranderd. Ik wil je ook heel erg zeggen van, jij richt je niet alleen maar op het kind, niet alleen maar op de moeder, niet alleen maar op de vader, maar je richt je echt op het hele gezin. Ja, dat doe ik overigens niet alleen, want het is niet altijd mogelijk. Soms behandel ik de moeder en daarna het kind hoor, maar vaker doe ik het samen met een collega, die ik er van extern bij haal, zodat ik de moeder kan behandelen, zij het kind en daarna iemand op de gehechtheidsrelatie, een van ons beiden, in kan zetten. Ja, en juist van die integrale aanpak, van daar ben jij wel van, dat je dus echt het hele systeem behandelt. Absoluut. Ja. Ja, en wij werken op een geheime locatie, dus dat maakt het wel iets lastiger om het gehele systeem te betrekken. Ja. Vaders mogen niet weten waar ze zitten. Vaak gaan ze ook zeker niet terug en blijven ze ook in de anonimiteit. Mm-hmm. Daar worstel ik nog wel eens mee hoe we dat meer kunnen doen, want je wilt het ook zorgen dat eigenlijk de vader ook behandeld wordt. En dat doen ze bijvoorbeeld heel mooi wel in Amsterdam, in de samenwerking met Altra en De Wagen onder andere. Ja, De Wagen is echt, die geeft behandeling aan plegers. Hè? Want veel mensen denken nog, huiselijk geweld, kindermishandeling gaat over slachtoffers. En die plegers die hebben gewoon straf verdiend, et cetera. Maar wat we natuurlijk zien is dat heel veel plegers zelf ook als kind mishandeld zijn. Ja. En in feite ook hulp nodig hebben. Overigens is die dynamiek ook nog interessant, want we spreken van
pleger en slachtoffer, maar het is niet altijd zo zwart-wit. Nee, precies. En daar werken we ook aan met de vrouwen en de vrouwenopvang. Kijken welke rol zij daarin hadden in het geweld. En zorgen dat zowel de PTSS behandeld wordt, als dat ze weer gezonde relaties aan kunnen gaan. Ja, dat is echt een heel mooi voorbeeld. En wat is nou precies voor jou de meerwaarde van drakentimmers? Wat haal je er ook zelf uit, maar wat halen behandelaren in Nederland, wat kunnen ze daaruit halen? Nou, ik merk dat in de trainingen die ik geef, behandelaren heel erg enthousiast zijn over de kennis die ze krijgen. En dan gaat het niet zozeer over kennis alleen over trauma, maar vooral trauma gericht op deze specifieke doelgroep. Ja. En wat ik vooral veel merk, er is veel discussie over, is het veilig genoeg om wel of niet te gaan behandelen? En ik denk ook vanuit die gedachte is er heel lang geen behandeling binnen de vrouwenopvang geweest. Mensen denken het is niet stabiel, ze zijn daar nog onrustig, dus je moet pas gaan behandelen als ze uit die situatie zijn. Het punt is, heel veel van deze gezinnen komen nooit uit die situatie als je niet gaat behandelen. Ja, dat is echt een dilemma. Ja, zeker. Dus ja, je kan heel veel leren over trauma, over EMDR, over exposure. Hè, en je kan het allemaal prima weten, maar wat te doen bij trauma in onveilige situaties. Dus in trainingen gaat het ook heel erg over dat raakvlak. Trauma en gehechtheid in onveilige situaties. En wanneer kan je nou wel en niet gaan behandelen? Welke voorwaarden zijn nodig? En mijn ervaring is dat je heel vaak heel goed juist kan behandelen in de vrouwenopvang. Ik vraag vaak een extra kinderopvang aan voor de kinderen, een SMI, zodat ik intensief met die ouders kan gaan behandelen. Er is daar veel toezicht in de vrouwenopvang. Dus ook als de kinderen van de kinderopvang komen, er zijn andere vrouwen, er is leiding die kan toezien op de veiligheid. Dus het is eigenlijk de ideale situatie, want als een moeder eenmaal terug is met haar kinderen, krijg haar dan nog maar eens een paar dagen per week naar therapie met haar kinderen. Wie zorgt er voor ze? Dus je kan juist heel veel in samenwerking met de maatschappelijk werkers. En er is juist heel veel mogelijk. En daar gaat het vooral over in de trainingen. En ik merk dat ze dat heel prettig vinden. Want daar zijn ook vaak discussies over in het veld. En heel veel behandelaren weten het dan ook niet goed te onderbouwen. Dus ze voelen zich eigenlijk beter equipped, hoe zeg je dat, toegerust om te kunnen gaan behandelen. En verder merk ik dat ze het heel fijn vinden om uit te wisselen en om elkaar te vinden daarna ook. We hebben ook intervisiegroepen opgezet vanuit de behoefte vanuit de trainer zelf om toch meer met elkaar te gaan uitwisselen. Want soms is de kennis daar dan eenmaal, maar het is toch vaak heel solistisch nog werken. Je hebt elkaar ook echt nodig in deze complexe casuïstiek. Ja, dus wat voor soort trainingen geef je allemaal? Ja, dan doe je groot beroep op mijn geheugen. Indicatiestelling bij huiselijk geweld. Stabilisatie, wel of niet. Diagnostiek bij complex trauma. Vroeg kinderlijk chronisch trauma. En nu ook binnenkort een training zelfzorg. Ja, dat is ook wel erg belangrijk. Hè? Want juist de behandelaren zijn vaak mensen die zo intensief met hun vak bezig zijn dat het dat ze er zelf nog wel eens bij inschieten. En ook als je ziet van wat een enorme werkdruk is, niet alleen in de vrouwenopvang, maar ook in de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen, als steeds meer gezinnen komen die met huiselijk geweld te maken hebben, in de ambulante zorg, het is gewoon een hele grote problematiek. En dat hebben we ook gezien in het onderzoek van Verwij Jonker, wat eind 2020 is gepubliceerd, na meer dan 1000 gezinnen die bij Veilig Thuis zijn aangemeld. Daar bleek enorm uit dat er heel vaak sprake is van meervoudige problematiek. En ook vaak sprake is van trauma en gehechtheid. Ja, en zie daar dan maar eens mee om te gaan. Ook als behandelaar, van zorg dat je die. Wat we natuurlijk het liefste willen, is dat je zo vroeg mogelijk erbij bent, zodat het niet heel erg escaleert. En dat je eigenlijk het liefst, wat wij het liefst zouden willen, is dat als een gezin bij het wijkteam terechtkomt met bijvoorbeeld schuldenproblematiek of andere problematiek, dat je kijkt wat zit hieronder. En vaak zie je dat dat dan ook huiselijk geweld een rol speelt. En dan heb je natuurlijk. En vaak, zeker als het al heel erg lang duurt, zie je dat trauma een grote rol speelt. Dus dan is het heel belangrijk dat je er gewoon echt heel erg vroeg bij bent om erg te voorkomen. Ja, en over die zelfzorgbehandelaren, die hebben natuurlijk genoeg te doen. En vooral in deze sector. Dus ik ga nooit naar huis en denk, nou, alles gedaan. Er is altijd weer een lijst voor morgen. En je moet dus ook wel naar huis kunnen gaan. En ook thuis je ontspanning kunnen vinden. En niet nog met de beelden van de cliënt in jouw hoofd zitten. Als een kind vertelt dat hij zag dat zijn vader de stoelen op het hoofd van zijn moeder kapot sloeg. En dat kind zit
onbedaarlijk te huilen in je kamer, dan doet dat iets met je. Ja. Dus je moet goed voor jezelf zorgen in dit vak. Op werk, maar ook buiten werk. En vele hulpverleners raken jammer genoeg ook uitgeblust. En dat willen we niet. Zowel voor hunzelf niet, als voor de cliënten niet. Want we willen ze ook houden voor deze doelgroep. Dus die zelfzorg is heel, heel belangrijk, denk ik. Ja, en wat ik ook deelnemers aan jouw trainingen. We hebben nog 3 trainers. En iedereen heeft weer zijn eigen specialisme. Er is ook iemand die bijvoorbeeld een training geeft over trauma bij hele jonge baby's. Ja, dat kun je bijna niet voorstellen. Ja. Maar dat gebeurt dus ook echt met baby's van soms een paar maanden oud die al mishandeld worden en daar trauma aan overhouden. Ja, of het zien en horen. Dan denken we ze zijn klein, dat krijgen ze niet mee. Maar nee, ze krijgen alles mee. Tegenovergestelde is waar. Ja, we hebben ook iemand die veel meer met plegers werkt ook. Ja. Hè? Hester, die daar heel erg gespecialiseerd is. Dus ze hebben ook een trainingsteam van 4 mensen op dit moment. Dat hopen we ook nog weer verder uit te breiden. En de Nika, de gehechtheidsinterventie. Speciale gehechtheidsinterventie. Ja. Maar wat ik zelf ook echt een meerwaarde vind van Draak, en wat ik ook terughoor van deelnemers, is dat ze zoiets hebben van, eindelijk ontmoet ik ook mensen die hier ook mee bezig zijn. Want vaak zijn mensen echt als eenpitten, jij ook in de vrouwenopvang, die zijn gewoon als eenpitten aan het werk met deze toch pittige doelgroep. Ja. En dan is het fijn als je ook kunt uitwisselen van, ik zit met deze casus, hoe kijk jij er tegenaan? Nee, absoluut. En ik heb zelf, dat vind ik ook leuk, als trainer haal ik daar ook weer wat uit. Want ik heb zelf ook wat contacten hier en daar. Ja. Dus ik denk, snel een lijntje nu met jou of met jou. Dus je weet elkaar te vinden. En dat je echt een platform met elkaar bent, dat is echt grote meerwaarde. Maar ook als ik bijvoorbeeld, als er een nieuwe richtlijn is of een belangrijk artikel is, dan zetten we dat op het Draken Temmers platform. En dan kan ieder daarvan profiteren. Hoef je niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden. Nee, we willen dus echt gewoon een expertiseplatform zijn. Want wat zijn de plannen voor het komend jaar? Ja, allereerst even een vraag aan de deelnemers. Van wat herken je hiervan? Heb je in je eigen werk te maken met huiselijk geweld en kindermishandeling bij je cliënten? Wat zijn de dilemma's die je dan tegenkomt? Misschien ook oplossingen die je zelf zoekt. Dat willen we heel graag weten. Dus als je wat dingen over wilt zetten in de chat, alsjeblieft. Dat zouden we heel fijn vinden. Wij gaan ons best doen om daarop op te antwoorden. Ofwel in de sessie, misschien ook wel daarna, als je nog even blijft hangen. De plannen voor de komende jaren. Ja, vertel. Ja, wij zijn nu dus, wat ik zei, 18 van de 35 centrumgemeenten actief. Ik word heel enthousiast, want er is ook vervolgfinanciering gekomen. Yes, daar zijn we ontzettend 30%. Blij mee. Ja, want we zijn nu al actief van Groningen in Friesland tot Zuid-Limburg in Zeeland. Maar wij willen echt een landelijk platform worden. We hebben nu al veel meer behandelaren dan we verwacht hadden dit jaar. We zijn eigenlijk pas in januari echt begonnen. Maar we willen uitgroeien naar een landelijk platform met minimaal 300 behandelaren. We zijn ook aan het kijken, kunnen we uitbreiden naar meer ook hbo-gescholden? Want daar is ook een grote vraag, ook rondom traumasensitiviteit. Want de behandeling is één ding. Maar je wil natuurlijk eigenlijk ook dat bijvoorbeeld mensen in een wijkteam veel traumasensitiever zijn, die het veel sneller herkennen, zodat je er snel bij kunt zijn. Absoluut. Dus we willen de komende jaren gaan we inderdaad met financiering vanuit de centrumgemeente, waar we heel blij mee zijn, kunnen we in ieder geval volgend jaar verder om het platform uit te bouwen naar alle gemeenten, alle regio's in Nederland. En wij blijven gewoon werken ook aan wat we doen. Dus zorgen dat er gespecialiseerde training komt, dat er steeds meer behandelaren komen die voor deze doelgroep willen werken, die het ook kunnen werken, die weten hoe het werkt in de vrouwenopvang, de maatschappelijke opvang, maar ook ambulant. En wat we ook willen doen, en we staan echt nog maar aan het begin, is een match tot stand brengen. Want wij merken nu ook als we iets vertellen over Drakentemmers, dan wordt er vaak gezegd, als ik me dan bij jullie aanmeld, kan ik dan de wachtlijst omzeilen en meteen behandeling voor mijn cliënt regelen. Nou, helaas, wij kunnen die wachtlijsten niet oplossen. Maar wat wij wel kunnen doen is heel veel expertise bij elkaar brengen, de knelpunten, de good practices. En wij doen ook aan beleidsbeïnvloeding. We proberen ook juist, omdat we al met zoveel regio's zijn en we horen overal dezelfde problemen, kunnen we ook samen kijken, hoe werken we dan aan de oplossing? Want dat is heel erg belangrijk. Dus eigenlijk inspireren, trainen, toerusten, samenbrengen. Ja, en aan de bel trekken. Ook aan de bel trekken in Den Haag van jongens. We moeten eigenlijk gewoon landelijk. Ja. Want dat nu bijvoorbeeld een heel groot probleem is de financiering van behandeling. Je moet, als je een gezin in behandeling neemt. Ik ben zo blij met jou, want ik ben van de inhoud. Maar jij zorgt dat het draaiende blijft. Nee, en zoals nu is, als je een gezin in behandeling hebt, dan moet je voor elk kind een beschikking aanvragen. Of ze verhuizen naar een andere gemeente. Ja, ook dat. Of je moet stoppen.
voor elke volwassene die moet naar de zorgverzekering. Dus wat je eigenlijk nodig hebt in Nederland is gezinsfinanciering. Nou, daar zijn we nog lang niet. Nee, dat is wel één van de dingen. Dat laat ik bij jou allemaal. Ja, dat is één van de dingen waar we ons wel hard voor kunnen maken. We zijn bijna aan onze tijd, zie ik al. We willen jullie ontzettend bedanken voor je aandacht. We hopen dat je erbij bent gebleven. En we hopen ook dat je nog eventjes blijft hangen om met ons na te praten. Dat kan live. Zeker. Via een Zoom-link die zo in beeld komt. En ik zet ook even mijn contactgegevens als projectleider in de chat, zodat je ook eventueel daarna nog contact kunt opnemen. Dus zowel organisatorische als inhoudelijke vragen, zeker kom maar op. Weten. Dus wij hopen dat dit voor jullie interessant was. En wij hebben ervan genoten, geloof ik. Goede zelfzorg dit. Yes, even lekker eruit en lekkere koffie nog doen. Prima, dank jullie wel. Tot ziens. Tot ziens, dag. Doeg.